Onze nudge experimenteert met patronen op de straat, waarin we bezoekersstromen op een subtiele manier door de straat begeleiden. De patronen verwijzen naar de geschiedenis van de plek. We zijn hier op Rotsvoort. Rotsvoort was vroeger een landgoed, een buitenplaats, net buiten de stad Utrecht. In een rivierenlandschap, een heel nat landschap, waar bepaalde boomsoorten voorkwamen. Die boomsoorten, de bladeren van die boomsoorten hebben we afgebeeld op de straat. Dus dat zijn bijvoorbeeld wilg, en berk, els en es. Populier, dus bomen die van natte omstandigheden houden. Dus die zit een verwijzing in naar de geschiedenis van deze plek, de groene geschiedenis. En die patronen hebben we zo aangebracht dat ze als een veld afgebeeld zijn. Dus in een grid systeem, wat een bepaalde richtingloosheid heeft. En dat vonden we in de zin van het nutje heel erg interessant. Dat je niet bezoekers op een dwingende manier stuurt of zegt van waar ze heen moeten of wat niet mag. Maar dat je op een hele subtiele manier, door dat veld af te beelden en daarin verschillende dichtheden te maken. Dus plekken waar entree zitten of functies zitten in de straat, juist meer afbeeldingen te plaatsen, dus een hogere dichtheid. En plekken waar minder gebeurt, juist een lagere dichtheid. Het effect daarvan is dat juist entrees of plekken waar iets gebeurt, dat daar meer afbeeldingen zijn en dat er een soort graduele accenten worden gelegd. Die niet dwingend zijn, maar waarvan we hopen dat ze misschien onbewust effect zullen hebben op het gebruik van de openbare ruimte.